Ja, kan wel. Ja, maar we zijn ook nog Jesse, ja. Zendertje. 2, 3. Ben je leeg? Ja. 4. Oh, nee. Leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Welkom in Utopia. Ik denk ook zo leuk. Ken je het programma een beetje? Een klein beetje. Dat je is wel best wel vaak. Ja, ik heb de vorige Utopia heb ik 2,5 jaar de markt meegedaan. Oh, oké. Okay. Dus ik ken het wel. Ah, kijk eens. Maar deze locatie kende ik nog niet. Dus, hartstikke leuk. Hallo. Hi, Muska. En maar is het nou ook echt, doe je dit als enige, zeg maar? Ik ben een illustrator, grafisch vormgever. En heb ik een eigen bedrijfje. En dit doe ik al 26 jaar. Dus uit de hand gelopen hobby die ik leuk combineer. Dus, Oké, cool. Ja. En die snor is ook echt in het buik? Ja, dat is echt. Dat is alleen wat ik ben vergeten, nog even Shell hierin. Past er wel echt bij. Ja. Ik dacht van nou... Ja, heel veel markten. En festivals en zo waar ik zit. Ja. Ah, leuk. Cool. Dus, ja. Wacht, dus en nu een keertje weer terug. Ja. In Utopia 2. Ja. Grappig. Ja, ik was wel benieuwd ook. Ja. Is lekker op tijd. Fijn. Ja, we waren al een beetje moe. Want het is een beetje... Ja, zal ik het zo zeggen. We zijn een beetje verwilderd in de zin van dat we heel zo moe zijn. Maarten de Bruin. Aangenaam. Hoi. Hallo, Maarten de Bruin. Hi, Alexandra. Maarten de Bruin. Dat is leuk. Ja, 9 uur is voor ons echt heel laat. Oké. Okay. Ja, dat is echt niet normaal. We zijn kapot. Is iedereen hier of nee? We doen nog maar geen kloot. 6, 7. Shell, kwam die er ook aan, of niet? Ja. Wie is boven? Daarvoor ben je. Even kijken hoe laat kan ik thuis weg met kinderen en zo. Wat zeg jij? Ja. Hallo. Hallo. Is Merel daar ook? Nee. Oh. Rennen, wacht. Ik mis je. Dag. Hey. Okay. Hallo. Hallo. Hi, Milene. Attentie, attentie. Willen alle panters... Oh, ja. Heb ik gevraagd of ze de factuur en de spullen hierheen sturen. Ja, dat is wel handig. Make-up piece. Van His. His die wilde wat make-up. Maar ik was het steeds vergeten. Want ik ben een zeef. Ik ben een zeef zo. Hallo. Hi. Maarten. Shelly. Hi. Shelly, moet je een lipstip aan de zon? Ja. Hey, Gerard. Yes. Oké. Okay. Everybody here? Yes. Voor alle gehakt koken. Yeah. Meer lust. Ja. Moet ik een sloffen bestellen? Ja, dat is de bedoeling. Okay. Spaanse sloffen bestellen. Ja. Spaanse. Lekker. Oké, lieve mensen. Dus Maarten zegt goed, hè? Maarten, hij is karikatuurkunstenaar, tekenaar, vormgever. En we hebben hem uitgenodigd puur om het feit dat we natuurlijk straks aankomende woensdag een markt hebben. Daar ga je ook staan. Dus als zondag. Mensen het leuk vinden, kun je dan ook... zondag. Dank je. Ja, ik ben een beetje van de war. Ja, dan staat hij er ook. Dus dan kunnen mensen ook lekker een karikatuur bij hem maken. Nou, toen leek het mij dus ook leuk. Want ik vond het altijd hilarisch. Altijd als ik uitvergroot werd en ik werd getekend. Ik heb het ook een paar keer zelf gedaan. Dacht ik, nou, hoe leuk is dat om dat dan ook eens een keer hier te doen. Eens kijken hoe iemand anders naar jou kijkt. Want bij een karikatuur sommige dingen worden uitvergroot, ja, toch? Ja, klopt. Ja. Nou, ik vond dat hilarisch. Ik heb dat ook al eens een keer gedaan. Ik waarschuw, het is een grappig teken. Een grappig teken. Oh, like niet. Oh jee. Ja. En om het nog een beetje grappig te maken, om het lekker in de vorm te krijgen. En ook dat het, weet je wel, dat we het ook... heb ik hier briefies. En zometeen pak ik de eerste. Briefies? Ja, en diegene mag dan als eerste getekend worden. En het leuke is dan dat ik dan van diegene twee karikaturen ga noemen. Dus wat ik herkenbaar van diegene vind. En jongens, het is een beetje de bedoeling om het leuk te houden. Dus gewoon te lachen, gieren, brullen. Dus laat het ook leuk houden. De stemmingsronde is geweest. Klinkt. Ja, is het. Hier. ik heb Merel. Oh, nou, mag jij beginnen? Nou, Merel is een diva. Dus dat zou ik heel leuk vinden als het terugkwam in het schilderij. Als je dat goed zou vinden. En wat bij haar wel groot mag komen is... wat mij betreft... ze wil geen rippeltje in haar gezicht. Dus dat zou ik ook wel heel leuk vinden als het er niet in komt. Dus houdt van botox. Maar dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja. Botox. Ja. 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 Jij bent dat is goed. Vind je? Ja? Komen zitten. You're so funny. Je hebt het in zijn vakantie gedaan.
En dik kont. Ik durf. Ik was wel bang dat ik het spannend. Oh, nou vind ik het wel spannend dat ik de eerste ben. Ik heb met de hele familie en zo. Oh ja, leuk. Ja, dat is echt leuk. En waarmee teken je dit? Een soort houtskool. Zwart houtskool. Ja. Vind je dan ook elk persoon, is dat moeilijk? Of is dat gewoon... Nou, ik doe het al 26 jaar. Dus... Zo. Dus ik kan bijna alles wel tekenen. Ah, kijk eens. Nou. Gaaf. Wat vind je het zelf het mooist van jezelf? Dus wat wil jij graag dat er heel duidelijk is voor de rij komt? Mijn lippen. Je lippen? Ja. Okay. Een veertje? Dat is wel heel leuk. Oh, dat vind ik vind het echt leuk. Panter. Vind je het moeilijk als we meekijken of niet? Nee hoor, oh. Okay, ben ik wel gewend. Nou, dan wil ik ook even mee. Oh ja. Briefjes pakken, stiekem. Oh, je moet wel stil blijven zitten, liefje. Ach god, ja, je lijkt er al op. Zit je ook veel gewoon buiten, bij een, ja, een stad of wat dan ook, ja? Nou, niet zo heel veel meer, maar... Vroeger wel, ja? Ook in Amsterdam? Ja. Amsterdam niet, daar heb ik één keer gezeten met Koningsdag. Oh, oké. Okay. Oh, je neus? Ja. Oh jeetje, dat is gewoon een neus. Gewoon een gaaf, neus. Wow. Hij zet een paar strepen en het is gewoon een neus. Een fatsoenlijke neus? Ja. Ja? Ja. Hij is nog mooier dan dit, echt? Ja, echt? Ja. Ja. Als erkend stickman-artist geeft hij het echt zeker. Dat is wel heel grappig. Ik vind dat veertje wel echt fantastisch. Ja. Nou, duivenveer. Het geeft het wel wat meer effect, ja, ook, hè, dat veertje. Een duivenveer? Nou, zo'n grote duiven heb ik nog nooit gezien. Veer is dat van wel... Chernobyl. Een ganzenveer. Oh, ganzenveer. Ja, ik dacht dan duif. Nou, moeder gans. Ja. Een Paula veertje. Oh. Is dat ook een speciaal potlood? Ja, het is een steennetspotlood. Oh, oké. Okay. Ja, echt super cool. Heel cool. Echt mooi ook. Wauw. Dat is snel. Oh. Zo, ja, echt. Mooie ogen. Gewoon weer knap zo. Wauw. Zo, dat is een wenkbrauw. Maar die wil ze ook. Er is nog helemaal niks grappigs aan. Als je het zo ziet. Dat is prachtig. Bedankt, Maarten. Het is echt prachtig, dit. Anders dan een olifant. Nou, joh, als je de mislik mensen maar mooi vinden, vind ik het belangrijkste. Maar ook met zoveel gemak. Je kijkt 1 seconde naar me en je bent 5 minuten aan het tekenen. Ja. Wel mooie wimper. Ja. De oogschaduw klopt ook, ja. Kan ik verzekeren. Ik zou het echt dood ongemakkelijk vinden als 8 mensen zo omheen staan. Oh. Oh. De bovenlip. Ja, dat is... Oh, ja, maar dat hoort erbij. Oh, dit zijn, ja, de tandjes. De tandjes. Oh, wat grappig. Ja. Hoe is jij toen mij in één ook? Ja? Ja, heel vaak. Ja? Oh, ja. Kijk, je helemaal knikkende oogjes. Ja, oh, daar is Brennan. Hey. Oh, hij is dus kwijt. Ja. Ik zag dat ook niet, hoor. Oh, wat een gaaf als je zo goed kunt tekenen. Zo gaaf, of zo eng ben ik ook weer niet. Nee. Ik wil zeggen, zo gaaf ben ik ook weer niet. Hé, oh. Hey, Milijn, gaaf, ja, hè? Ja, heel gaaf. Je haast denken. Ja, maar echt zo gaaf. Ja, echt. En niet door de 26 jaar ervaring. Nee. Heb je altijd goed kunnen tekenen? Ja, dat wel. Ja? Wauw. Maar ik geloof wel dat iedereen kan leren tekenen. Nou, dan wil ik op cursus bij. Het is een kwestie van veel oefenen. Maar ging jij niet op boksen? Ja, ook. Ja, van alles wil ik gaan doen. Okay. Als je kan tekenen. Ja. Wel kort nekje, hoor, Koes. Ja? 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 Hele grote borstjes. Ja.
Dat is leuk hoor. Echt superleuk. Kijken jullie allemaal naar mijn jas? Nee, maar wat hij nu aan het tekenen is. Nee, Diva 2 komt. I'm Woman Code 2. Heel goed, poes. Ja. Ja. Het zijn niet de oorlellen, his. Nee. Oh, het zijn de oorbellen. Oh, oké. Okay. Oh, lijkt zo Patty. Ja, dit is echt yes. Patty. Ja, echt? Ja. Ik lijk me haar los. Oh, ben je al klaar? Nee. Oh, ik wou wel zeggen, dat is snel. Dat scheelt niet veel, hoor. Nee. Knotje. Ja, je knotje. We zijn al een beetje aan het spoilen. Maar is karikatuur tekenen... is dat überhaupt snel tekenen? Ja, over het algemeen wel. Ik ben wel een snel tekenaar, zeg maar. Als je op een bedrijfsfeest zit, wil je zoveel mogelijk mensen op een avond kunnen tekenen. Oké. Okay. Ja, en als je op een markt zit ook wat. Hoe meer je tekenen, hoe meer je in. Ja, ja, dat is natuurlijk wel. Hij is wel echt leuk. Ja. Ik ben echt zo benieuwd. Kom ja, dat geloof ik. En je voorhoofd staat gewoon super strak. Ja, ja, dat ja, wel. Heerlijk. Babygezichtje. Ja, oh, fantastisch. Ja. Met hele dikke lippen. Ja. Ja. Hele grote mond. Ja, maar dat, klopt. Dat is niks nieuws. En heb je ook, zeg maar, zijn er verschillende kunstenaars die karikatuur op ieder zijn eigen manier doet? Ja, ieder doet het op zijn eigen manier. Okay. Ik begin bijvoorbeeld altijd met de neus en dan de ogen. Uh-huh. En dan zijn er ook te beginnen eerst met omtrekken en gaan dan het gezicht invullen. Oké. Okay. Dus, alles wat je op school hebt geleerd, dat laat je eigenlijk allemaal weer los. Oh ja. Dus, ik doe bijvoorbeeld schaduwpartij, doe ik dadelijk met mijn vinger. Dat gaat gewoon heel snel. Ja. Op school moest je dat allemaal arceren zoals ik hier nou die neus heb gedaan. Ja. Zo moest je dan het hele gezicht doen. Dan mag je het niet met de vinger doen. Oh. Alsjeblieft zeg. Nou, beleefd. Ja, ik denk dat je het wel hilarisch gaat. Ja, ik denk dat je het fantastisch vindt. Ja. Je hebt alleen geen glijmiddel in je haar gedaan, poes. Nee. Oh, ja. Dat kan ook wel kloppen, want ik heb het net uit de knot gehad. Waar ligt dat eigenlijk? In de kast. Oh. Ik ben vanavond vergeten de gel in mijn snor te doen. Dus dat, Oh, dat is niet te zien hoor. Je zit sowieso. Ja, het was wel echt uitstekend bij werk, moet ik zeggen hoor. Ja. Zie je er altijd zo uit? Ja, echt? Nou ja, dit wel. Heb ik niet altijd aan, maar nee. Altijd. Is een dagelijkse kloffie. Ja, nee. Nee, ik heb altijd wel mijn snor in de krul. En, echt? Leuk. Doe je dat dan elke ochtend? Ja. Echt? Oh, geweldig. Hij was echt leuk. Ja. Flinke boshaar ook. Maar dat heb ze sowieso... Ah. Oh, hey. Dat ziet er ineens heel anders uit. Om je diepte. Beetje schaduw. Zo'n muziekje. Een stuk sneller inderdaad dan met een penseel of zo. Of met een potlood. Toch maar met zover in? Nee. Die hou ik mooi op. Het is juist wel leuk om met je haar los. Ja, deg. Oh, deg.
Zo. Hij is leuk. Oh, oh my god, hij is super grappig. Wat leuk. Oh, hij is heel leuk. Die tanden. Oh, wat leuk. Ja, heel vet. Ja, hij is echt heel leuk. Ja, zal ik hem oprollen? Zo, Van oprollen blijft hij wel mooier, hè? Ja. Ja, doe dat dan maar graag. Hé, hey, maar heb ik echt zo van die flaporen? Nee, toch? Helemaal zeker. God, ik word ja, ik wou net zeggen. Oorcorrectie. Nou, dat is allemaal getekend, hoor. Ja, oké. Okay. Oh, echt heel leuk. Uitstekende oren. Ja. Oh, ja. Hoor je dat wel vaker? Uitstekende oren. Ja, ik heb horecaoren. Alsjeblieft. Heel erg bedankt. Ik vind het echt heel leuk. Een perkament hier. Ja. Ja. Een opdracht. Ja, de volgende. Okay. Is... Wil je nog wat drinken? Cappuccino. Nog een cappuccino, ja? Heb je er wat in? Nee, niks. Nee? Mag ik hetzelfde glas geven? Ja, ja? Alleen melk en koffie, als je... Ger! Nou! Daar gaat hij. Oh. En zit je dan ook, als je iemand zo ziet zitten, zie je dan ook gelijk van, oh, dat ga ik zo doen. Ja, dat uiterlijk zelf. Dus. Ja. Oeh, ik moet wel in de spiegel kijken. Ik heb een beetje je stijl. Ik begrijp het volledig. Oh. Ja. Gerrit is echt een womanizer. Mag ik eens... Ja? Die kan van geen enkele vrouw afblijven. Dus wel leuk als je daar misschien iets mee zou kunnen. Oeh. En... Even je gezicht wassen. Ja. Gelukkig heb ik me geschoren. Hij heeft inhammen. Inhammen? Oh, die. Ja. Hij zit direct naar mijn haar te kijken. Ja. Ah, dan voel ik ook zijn licht en eigenlijk op tof. Ja, hebben we nog iets? Je mag ook iets over mijn karakter zeggen, hè? Ja, womanizer. Ja. Ja. Womanizer en inham is haar. Ja, dat wordt hem. En de gangmaker. Amusement, Gerrit. Dan ga lekker even zitten. Ja, ik mag niks zeggen meer. Nee. Ah, je mag gewoon praten, hoor. Oh. Jammer. Een beetje mijn kant op kijken, dat is voldoende. Hij heeft zelfs heel meer ballen bij zich. Kun je jong leren? Ja, een beetje. Okay. Een beetje. Ik noem dat Jensballetjes. Ja, die had ook altijd. Waarom heb je die eigenlijk bij je? Voor als je ergens zit te wachten? Ja, als ik ergens echt? Niks zit te doen, dan kan ik gaan jong leren. Zo! Dat was een behoorlijk ding. Die neus. Ja. Ja, dat dachten we ook bij jou. Ja, had ik ook zo'n neus in het begin. Heb je die helemaal zelf ontworpen? Je wordt een beetje ongemakkelijk van of zo. Ja. Heb je die helemaal zelf ontworpen? Die heb ik zo gekocht. Oh, echt? Via internet, ja. Dat is wel echt ideaal met je klappen. Hoe lang heb je hem al? Ja. Kunnen we hier ook maken. 26 jaar. Ja. Die heb ik nog niet zo. Nee? Ja. Ja. Yes, je denkt, oh, nieuwe roeping. Nou, ik word karikatuurtekenen. Inkopen, handtekenen op de doof. Ik heb zelf al een extra vak in gemaakt hier. Ja. Als ik dan op een tablet zit te werken, kan ik die daarin stoppen. Dan kan ik daarna weer gewoon op papier werken. Wat is dat? Tablet? Dat ken ik niet. Nou, ik ga me geen koffie meer nemen. Wat is dat? Wat is dat? Oh. Dat ken ik niet. Hè? Geen idee wat over. Ik kon hem wel een beetje ongemakkelijk van. Ja, dat is te zien. Dat was een rode bakketje. Jij wist ook niet waar je moest kijken. Hoe ga je... Nee. Ik ga even roken. Nee. Logootje. Ja. Zeker hoor. Gaaf, hè? Ja. Hij kan het wel, hè? Ah, misschien te voorbarig. Ik heb één gezien. Nee, dat is echt gaaf. Hij werkt met die. Ja, ik wil hem nog even zien, eigenlijk. Ik vind het echt... Ik ben blij dat ik hem niet heb gedaan. Hij moet er zelf ook om lachen. Maar gaan we zelf kopen? Ik heb er zelf ook altijd lol. Geloof ik, ja. Hiska, zijn deze nou voor ons of voor de markt? We hebben het nog niet over gehad. Oh. Het is ook wel leuk om... Ik vind het wel leuk om zelf houden, maar ik vind het ook leuk om te verkopen. Maar ik vind zelf houden... Dat is eigenlijk leuk. Wel heb je een optie op de computer of bij de printer? Kopieer. Ja. Kunnen we ook nog doen. Ja, dan stuur je gewoon een kopietje aan die mensen op. Te groot formaat, hè, dit. Ja. Als mensen willen kopiëren, alsjeblieft. Als je wel ergens kunnen laten kopiëren. Ja. Om dan in lijst te verkopen. Oh, ik vind het echt... Lukt het een beetje, meneer? Ja hoor. Oké.
Je hebt zo moeilijk. Je zit een beetje zenuwachtig op de weiger. Nou, niet zenuwachtig, een beetje ongemakkelijk. Hè? Zit hij af en toe even zo naar me te kijken en hoppen tegen hem. Ja, echt hè? Als Brennen moet lachen, dat is goede shit. Ik de lippen komen er wel in voor. Zie je best wel veel mensen met dikke lippen. Ik heb dikke lippen. Dikke Jetsen. Gisteren. Zendercheck. Heb je gewisseld? Zit er voor. U zit er misschien zit voor. Zit je niet in shit? Belangrijk. Oh ja. Freddy denkt, wat is hij aan het doen? Ja. Hij maakt een snoer. Die mag je bij mij wel overslaan hoor. Ja, ik wil niet bang. Had ik best hard om gelachen. Nee, dat is dat gebeurd. Dat zou ik echt niet leuk vinden. Aardige wilde haar hoor. Merel, zendertje. Ook leeg. Ook stoel bij. Voor jullie hoef je. Gezondheid. Yes. Komt de Shelly. Nee, mijn lens had verkouden. Maar is nu iedereen verkouden geweest hier, toch? Ja, gelukkig geweest. Oh. Freddy, jij ook, of niet? Ja, zeker. Gerrit ook? Hè? Jij ook verkouden geweest? Nee, volgens mij niet. Oh. Ja. Ik zat er wel een beetje te gaan. Naar de markt weer. Zeker. Dat is na de vorige markt ook. Grappig hoe je dat werd iedereen ziek vorm te geven. Na de vorige markt. Zie je ook wie het is. Gerrit. Ja. Gerrit, ja. Een hele grote dos. En een halve liter op. Zo, lekker bij kacheltje. Zo, ik heb oefeningers. Zo, alweer, meid. Die zijn best wel lang, hoor. Ja? Toch, hè. Ons weet hoofd. Vindt ze leuk hoor. Ja, ik ben benieuwd naar jou. Ik vind het heel erg leuk. De kopje ook weer. Ja, dat is wel heel leuk. Dat lichaampje er ook onder. Ik zit te twijfelen of ik mijn haar maar los moet doen. Ik hou voor alle veiligheid een wispel, denk ik. Brenda vindt het zelfs ook heel grappig. Ik pies in mijn broek. Oh, komt de handtekening. Nee, nog niet. Oh. Eerst je opskeer nog. Je opskeer. Je had van vroeger had je toch ook van die voetbalpoppetjes die zo getekend waren? Ja. Daar moet ik even aan denken. Hij is echt heel leuk. Ja, ik zou hem echt... Ja. Dat is echt leuk. Ja. Nou, hij krijgt wel nogal complimenten. Vooral die lippen en dat haar. Dat maakt het echt... Oh, dat is handig. Ja.
Oh, dit is echt heel... Maar het is niet echt een karikatuur. Het is meer gewoon een 1-op-1. Oh, we hadden nog wel rustig. Ik kan nog wel even zo door blijven gaan. Ja, de botox zit in ieder geval niet in jouw voorhoofd. Als maar verder zijn. Ook niet. Ja, en toch herken je het wel, hè? Ja. Ja. Grappig is dat. Ik krijg altijd weer zo'n... Wel als je naar mij bent. Zo'n programma is dan bijvoorbeeld tv-programma voor je dan... Je ziet ook net niks zo, hè? Ja. Wie is dit? Ja, het is ook wel een beetje een boemer. Paard mijn buik gemaakt. Ja, met dat baard. Ja. Die oren dan. Ik moet denken aan de boer. Ik vind hem wel heel vet. Ja, ik vind hem ook echt heel leuk. Deze gaan we ook lekker zelf houden hoor, jongens. Dat is hartstikke leuk, man. Ja. Vind ik ook. We kunnen wel kopietjes verkopen. Dat kan wel. Nee, nee, ik ga het gewoon lekker zelf houden. Ja, heel mooi. Harry, hij is leuker. Ik vind hem wel schattig. Ja, hij is echt leuk. Ik ga ook die lippen gelijk op. Ja, hij is echt leuk. Ja. Ja, hij is echt leuk. Gaaf, hè? Ja. Nou, ben jij? Ben je ook altijd blij met je werk? Ja, ja. Zeg, ben je ook blij met je werk, wat je doet, en je resultaat? Ja, wel. Dat je er trots op bent, ja, hè? Je doet het echt hartstikke leuk. Nee, ik heb de botox overgeslagen. Ja, die heb je overgeslagen. Nee, super, dankjewel. Oh, mooi dat. Oh ja, dan mag ik... Lex! Ah! Wat? Eens even kijken. Oh god, ja. Ik vind het eigenlijk helemaal niet leuk om iets over te doen. Even kijken. Ik ook niet. Nee. Ja, Lex omschrijft het sportief. En... Nou, even kijken wat handig is om... voor jou. Ja, Lex heeft hele sportieve armen ook. Ja. Nee, ik wil geen grote armen. Grote borsten. Porno. Dus die... Ik dacht dus dat hij dat ging zeggen. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Nou, dat dus. Dat ja. Maar bij later. Sportief en hele grote borsten. Ach, jezus. Ja, kanon. Lex, doe zo. Zo. Yes. Nee, hoeft niet. Lekker. Kijk hier. Maar nu je grote borst gaat tekenen, begin je dan ook hoger met de neus? Op het papiertje? Hij krijgt mooie krullen, ja. Zou ik dan zelf doen? Maar ik kan ook niet tekenen. Dat is echt een grote neus. Ik kan het allebei niet. Mooie neus. En toch zijn. Maar dat weet ik niet. Daar is die onze kunst. Maar als ik er zo ook naar kijk, heb je ook een andere neus of zo? Oh. Heb je een andere neus opgezet vandaag? Ja. Ah, je feestneus. Ja. Waar is mijn feestneus gebleven? Jessica, vind jij het leuk om de persoon die een kaartje terug gaat wat over te vertellen? Bij jou. Bij jou. Oké. Ah, ik zou best wel disrespect voelen als je het zo maar kunnen zeggen. Of... Ja, ik vind het gewoon moeilijk om zoiets te vertellen. Ja. Ik zeg liever niks. Heeft iemand iets op? Ja. Jij bent een witje. Ja, maar dat probeer je zo wit, dus dat zo. Ja. Ja. Schaduw zijn. Oh, die van Gerdy was echt ook een lachen, joh. Klein. Lijkt een beetje Vincent van Gogh. Zo. Ja, hij mist ook een oor. Ja. Nee, hij heeft nog wel zijn oren. Vind je het ook spannend, Lex? Ja. Ja. Ik heb het al een keertje gedaan. Ik heb het nog nooit gedaan. Ja. Nee, ik ook niet. Denk je dat je er heel mooi uitkomt? Ik heb in Parijs wel een tekeningje over mezelf laten. Nee, ik heb het vaak genoeg. Die mensen altijd voorbij. Echt heel gaaf. Het is een beetje hetzelfde. Ik denk, maar ik heb ze niet meer. Lekker grote wenkbrauw. Ik deed op vakantie best wel vaak. Ja? Ik twee keer. Met familie. Eén keer was ik met mijn vriendje. En één keer was ik met mijn moeder. Eén keer ben ik alleen gegaan. En die andere keer samen met mijn vriend. Dat was echt heel gaaf. Die is echt heel mooi geworden.
Toen ging het uit. Maar Bel was nog steeds wel. Oh, ja. Nou, wat heb je over gewoon een relatie? Ja, gewoon een ziek graag tekening. Ja. Een ervaring? Ja, die was leuk. Ja. Oké, doe. Die wenkbrauwen. Wat gaaf, hè, als je zo kan tekenen. Ja, heel dankbaar dat ik dit had. Ja, ook. Super, man. Ja, dat zou ik ook wel willen. Oh, juist niet, hè? Nee. Want dat is juist leuk, als je dan weer bij iemand komt die dat kan. Ja. Hé, hey, kan jij nog even een karikatuur voor me maken? Ja, ze zei helemaal... Oeh, Lexi, die krijgt grote lippen. Boom, boom, lippen. Oeh, en ook grote tanden. Ah, leuk. Ik had altijd gewild grotere tanden. Ik vind het wel lekker als hij dat dingetje weggeeft. Ja, ik wil heel klein tandje. Dat vond ik heel vreselijk. Ja. Ik dacht van, gaat hij dat doen? Gaat hij dat doen? Ja, natuurlijk. Ja, heel erg leuk. Zus, mooie tanden ook. Ook heel gaaf voor die tongpiercing gemaakt. Die? Nee, die zit er nog niet in. Ik heb geen piercing, tongpiercing. Jawel. Nou, ja. Een rondje, toch? Ja. Ja. Een rondje. Kijk dan, hoe leuk, joh. Hebben we andere tandarts, Merel? Je hebt hele grote... Huh? Ja, een beetje. Zeg je jaartal, zit je er ook bij? Ja. Het jaartal? Ja. Oh, leuk, dan ga ik me inluisteren. Moeten we eigenlijk even lijstjes kopen? Dan kan iedereen hem gewoon leuk bewaren in een lijstje. Ja. In dat formaat. Blijft hij mooi. Ja. Welk formaat is dit dan? Ja, weet ik niet. Welk formaat is dit? Dit is A3. A3. Ik heb ook vaak aanbieding. Ik heb natuurlijk net een bestelling bij de AC voor Rob gedaan. Maar we kunnen er direct lijstjes bij doen. Ja, dat we dit even bestellen. Dat is leuk. Kan iedereen in zijn huisje of zo ophangen. Dat is hartstikke goed. Maar het is niet meer de bedoeling dat we ze gaan verkopen? Nee, we houden ze gewoon zelf. Ja, ik vind het wel leuk. Hartstikke niet. Hilarisch! Wat een vingers. Je had vandaag schouders getraind, toch, Lex? Ja. Dat is te zien, hè? Wanneer komt Rob weer meer? Ja, dat weet ik niet. Maar in ieder geval voor zaterdag. Maar kan je toch nog bijvoegen? Ja. Dus het zou wel heel leuk zijn. Leuk. Je hebt ze ook zonder zo'n lijst, hè? Yes. Zet hem draaien. Oh, zo. Lex, wat denk je hoe die eruit ziet? Ja, hilarisch. Denk hoe jij het zegt. Ja, dat is echt leuk. Is er in tijden niet zo stil geweest? Nee. Is dat een nieuwe broek, Milen, die je aan hebt?
Wat zei je? De nieuwe broek. Nee, dit kun je ook maar rustige plekje. Ik ben ook een beetje twijfel hoe hoog ga ik mijn mond doen. Leuk. Ja, misschien toch met de beweegbril. Dat je maar een beetje tot het uitkomt. Ik zal hem open doen. Ja. Zo'n eng kind. Ik heb wel je haar eruit laten vallen. Echt? Ja. Dat is niet best, hè? Dat is niet best, nee. Dan kan ik je niet meer klonen. Nee. Mislukt. Ja, trek maar nieuwe eraf. Oh. Krijg je weer een haar erbij? Alsjeblieft. Moet je misschien even... Trap niet in, Trent. Ja, ik weet niet. Oprollen of zo. Ja, maar je moet hem niet eens open doen. Nee, maar... Dat is blonde baby's, hè? Milé. Ja, zit hij weer? Ja, dat steekt ook heel veel uit, denk ik. Ga het niet zien. Ja, heel mooi. Ja, hij is echt... Oh, mooi. Jee. Oh, hij is heel erg Echt schattig. Ja, hij is echt heel gaaf. Hij is echt heel leuk. Oh, wat leuk. Hartstikke bedankt. Ja, echt leuk. Ja, echt leuk. Kijk je, Mr. Love. Ja, heel tof. Oh, wat leuk zeg. Wauw, super. Ik ga gelijk even kijken bij de AC. Ja, ik vind het echt heel leuk. Wat ga je doen bij de AC? Ja. Wat ga je doen bij de AC? Even pauze. Heel wat drinken. Ik heb een drink. Dankjewel. Ik ga even kijken wie ik heb getrokken. Ik heb Brandon getrokken. Brandon is net zoals mij heel sportief. En hij is een bouwer. En heb grote spierballen en buikspieren. Oh. Dat is Brandon. Sixpack. Ja, dat weet ik, ja. En heb tattoos. Een man met tattoos. Oh, ik vind hem echt zo leuk. Maar wel de ene stapje. Tandjes ook. Ik doe het voor je ook, hè? Ja. Oh, deze is niet van mij. Deze is wat ik wil zeggen. Deze is helemaal niet van mij. Was die van meer? Ja. Ik zat even kijken. Dit was Mr. Love nou. Kun je in mijn hoofd beter denken en beter denken? Je moet echt even zo'n rolding hebben door die shell. Ja, dit is zonde van de hele jas. Ja. Ah, zeker. Misschien. Ja. Ja, die heeft zeker. Als je nu, wat is nu voor die lijst? Kijk, als je dan nu, kan je direct zo'n ding erbij. Ja. Hey. Oh, je kan nog eens kijken. Ja, als zo'n klein jochie hier zit en je moeder is vooral, blijf maar kijken, blijf maar kijken. Mister Love. Stil zitten. Vind je hem leuk, Lex? Ja, ik vind hem echt heel leuk. Ben je er wel in, hoor? Ja, zie je echt zonder kind, hè? Oké. Kijk naar die manier. Ik vind hem echt heel leuk. Mister Love. Hele lichte ogen, zie je dat? Ja. Moet je dat zien? Ja, ook met die tompjes, heel vet. Gewoon een extra stevige loopje. Ja. Mag ik zien? Oh, hey. Kijk hier mijn t-shirt, Mr. Yeah. Love. Toch wel. Ja. Ja, echt leuk. Brenda heeft ook een tompje, nee. Dan een hele lange tompje, maar gelukkig geen tompje. Nee, inderdaad. Bijna weg. Ja. Simon. Ja. Hebben we nog snuifjes? Je kan je tong ook laten splitten, hè? Ja. Ja, en de meisje die ik ken, die heeft een slang, hè? Zendertje. Dit zijn geen... Maar die kun je toch ook zo bewegen dan? Ja. Ik heb al gewisseld. Ja, een vriendin van mij, die heeft... Maar ik ben wel leeg. Heb ik jou toch verteld? Die heeft een slang. En die heeft haar tong heb ze ook door de midden laten snijden. Ja. Nou, dit is echt pure belazering, hè? Je hebt net gewisseld. Ik heb gewoon gewisseld met de accu.
Ik had van de week ook hoor. Batterij elke keer. Ja, ik voel zoveel angst. Heel slecht. Binnen een uur leeg. Oké. Sorry. Is die jouw steen? Zakken met die batterij. Ik dacht, we hebben gewoon ergens neusspray, maar helaas binnenkaas. Ik denk dat je nu wel begrijpt waarom Jordi zei dat je je wenkbrauwen moest even doen. Oh, oké. Nee. Dat is dan. Je slaapt terug net in bed. Jeanette ook. Jeanette ook. Ja, toch zie je wel echt dat jij het bent ook. Nee, oh, yeah. Zeker niet. Hij is er niet. Ja, die gaat ook krijgen. Meloenen. Dit is het beste ding. Ja, dat zou best kunnen. Ja. No. Ben je blij met je legging? Ga je nou ook een echte leren? Ja. Ik haat verkouden zijn. Ik voel me ook bezorgd. Ja, kelders. Ik wil dat ik van de meest ingekleurde tekening heb straks. Nou, we gaan hem zelf dus houden. Ja. Ik vind het zonde. Met zwart. Wat doe je? Zwart. Zou je hem wel inkleuren? Ja, nee, ik sta. Ja, nee, ga zitten, schat. Ga maar. Zou je hem wel willen inkleuren? Nee. Nee, inderdaad. We zouden het zelf alleen maar verpesten als we zelf doen. Ja, ja, zeker. Wie had het ook weer bedacht, inkleuren? Ik. Wat inkleuren? Denk je nog steeds hetzelfde? Nee, zonde. Lelijk. Oh, dat was een hele goede zet. Brent niet met ze ophouden. Maarten, wil je nog wat drinken? Nee hoor, dankjewel. Nee, watertje ook niet? Oh ja, dat is wel. Ja, een koud watertje. Ja. Ik heb hem zo vaak aan, ik heb nu echt een heel moeilijk hoofd. Ja. Je lijkt wel. Je hebt nog wel steeds gewoon een groot voorhoofd. Bijna alleen maar op. De vraag, ga ik met die muts zo? Of nog een groot voorhoofd, maar dan het zwart. Waarschijnlijk. Voorstellen. En je krulletjes komen er ook nog onderuit. Dat is echt tof. Ja, eigenlijk moet je hier alleen maar voor komen. Oh, hij is wel heel leuk hoor. Ja, hij is wel echt leuk. Ik ga hem weggeven aan mijn moeder. En als ik uit huis ga, weer meenemen. Mis je mij? Thuis is die vijf. Iedereen dat hier verkleurt daar. Ja. Lenny. Ja, dat is al een spul wat ik weg moet gooien. Weggooien? Ja. Mensen die het willen hebben, maar ik denk niet. Er zit eigenlijk echt alleen maar spul bij. Hier moet je eigenlijk alleen maar van dit soort schoenen hebben. Anders knijt de zonde. Ja. Dat is een zomerding. Maar die past niet. Tenminste, die past mij niet. Nou, mij ook niet. Want zit je allemaal hier neer? Ik hoor nog één krat in mijn huis staan met allemaal spul. Wat ook allemaal weg kan. Oh, wel. Daar heb ik echt één, die heb ik echt één keer gedragen. Oh, daar is heel veel niet ook wel. Hey! Daar hadden we het gisteren over. Oh, die heb ik daar. Oh. Belazering. Die, ja. Schattig. Nee. Hollandse avond. Hey. Oh, sorry, friend. Was op zich wel leuk voor de Hollandse avond, inderdaad. Oh ja. Echt heel leuk. Wie zei dat? Hij is echt heel leuk. Waar is chill. Is mijn lippen. Lippen zijn. Of niet? Ziet het toch niet. Ja, ik vind hem echt heel leuk. Ja. Cute. Ben zo cute. Hij heeft je ook konijnenoortjes gegeven. Oh, nee, tuurlijk. Ja, je bent op de helft. Zo, maar is. Een foto is mooi van mij. Zeg, van Robin. Niet normaal. Hier zo. Ik heb hem gelijk uitgeprint. Ik heb die van jou niet gezien, kan ze niet vinden. Mag zien. Wat? Foto. Ja, ik heb hem boven uitgeprint. Had je de drie? Had je de drie? Heel mooi. Ja, ik vind mezelf gewoon mooi. Nou, dat hebben we niet gehad. Nou ja, hey Brandon.
Want je doet niet op die manier. Kijk, eens, kijk. Mag ik zien? Oh, die is echt leuk. Oh, die vind ik echt heel leuk. Wat wou je zeggen, meneer? Ja. Had je er drie? Ja. Ik heb maar drie foto's gezien, voor de rest niks. En hoe hou je dit nou het mooist? Inlijsten. Gewoon inlijsten. Ja. Nooit meer aankomen. Nou, het vlekt niet zo erg als houtskool, dus het blijft er wel op staan. Oké. Okay. Dus je hoeft het niet extra te fixeren of zo. Oké. Okay. Oh. Ja, superbrief. Want met houtskool weet ik, als je daar haarspray bijvoorbeeld overheen spreekt, dan wordt het geel. Dus je zou eigenlijk van die fixeerspul... Ja. Shelly. Ja, dat ligt weer aan elkaar. Martin opgeslagen. Slokje water heb ik voor neergezet. Ja. Dankjewel. We hebben wel een lijn eigenlijk. Nee. Drie foto's. 140. Ja. Kijk, dat is een maar die hebben we niet. Ja. Ja, hij is echt heel vet. Ja, ga maar eens, camera. De bovenste tanden, heel mooi. Ja. Waarom? Ja, dat is een tekening. Oh nee joh, dat zit er niet op. Dat is geen foto. Oh. Zaak. Statisch. Statisch? Dat is mijn beeld bij zaak. Okay. Oh, ja. Nee, dat is niet hoor. Kijken, Bren. Hij is heel vet bij Bren, ja. Ja. Oh, wat leuk! En ook die tattoo. Heel leuk! Oh, die. Ja. Had jouw bestelling? Dat is ook leuk. Nee. Oh, ik moet zo nog wat bij je voegen. Ik heb een lamineerapparaat voor aangezet. Ja, is echt gaaf. Echt zo leuk. Het is wel ongemakkelijk, ja. Oh, ik had er niet zo moeite mee. Het is kind zijn, dat betekent wel veel. Het is moeite mee laten zitten. Het is kind zijn. Ongemakkelijk. En met mijn ex heb ik nog een keer gedaan, ja. Dan zegt ze het altijd, je moet geen tegenover je iets ondergoed voorstellen. Ik durf dat niet. Ja, weet je niet. Nee? Nee. Dat is wel een hele lange kink. Kreeg. Krijg je dat nu niet? Jawel. Oh. Maar ik accepteer mezelf zoals ik ben. Goed zo. Oh. Lang kinderen! Ja. You happy? Ik zie het. Ik heb nog steeds tint op vinger. Iedere keer. Ik krijg lekker douchen in de bed. Kapot. Alle was is zometeen klaar. Ja. Hier krat. Het was net weer een was klaar van jou, hè? Ja, maar de was die in een droger zat, die was nog... Een beetje klammig. Die was ja. Dus ik doe dan liever niet een hele natte was bij. Ben je dan die hele was heen dan? Ja. Oké, okay, gelukkig maar. Okay. Die was nog. Die was nog was. Wat was voordat was? Vies. Is. Oh. Mensen moeten er nog, jij moet nog. Yes, yes. Nummer 5. We zijn op de helft als Marisa klaar is. Oh, Marisa pas nummer 5. Ja. Ook nog 6. Ja, we zijn met 10. Vijf. Ja, 5. Hij is 5, ja, nummer 5. Mr. Richman. Heb je de mijne gezien? Nee, kijk, ik ben even een tijdje weg geweest. Oh, Brandon heeft hem ook al. Ja. Mag ik hem even laten zien? Ja, natuurlijk. Dat zou ik graag zien. Kijk, met jouw t-shirt, hè? Kijk dan, hier. Oh. Ja, ik heb Brandon. Je lijkt er echt helemaal aan. Oh. Ah, echt je lijkt er leuk. Ja. Dat is echt zo, je heel. Ook echt die muts. Heel. Heyo. Ja, ik vind hem ook heel leuk, die van Brandon.